Oh my gosh, die is helemaal tof geworden. Nu kijk hem! Shiny King Dedede! Daar is die! Yo Nintendo fans! Kirby en de Vergeten Wereld is echt een keiharde game. Want nadat je hem hebt uitgespeeld, moet je al die fragmenten van Leon's ziel gaan vinden. En dat doe je op deze eilanden. En we zijn nu hier beland. Bij de Vergeto Peak. Als je dit net als ik zo'n onwijs toffe game vindt, doe die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan ga ik in deze wereld de ziel zoeken van deze... van onze oude leeuw. Onze oude leeuw die we kennen. We hebben deze nodig, denk ik. En dan hieronder. Hoppakee. Ja, daar ligt er één. En ligt hier ook één? Wacht, ik moet hieronder. Oh nee, dan moet je zo rond. Dan moet je eromheen graven en dan zo biem. En dan krijg je hem, lekker. Oké, daar komen wat hoofdjes uit zijn mond. Dat is een rare zin. Er komen hoofden uit jouw mond. Dat is een beetje gek, Rick. Een beetje gek. Nou, ik kan er niks aan doen. Het is wat het is, kijk maar. Er komen hoofden uit zijn mond. Maar niet voor lang. Want we maken hem kapot. Deze power heb ik trouwens nog niet echt helemaal geüpgrade, kom ik nu achter. De boor. De boor is nog een beetje ouderwets. Hotseflots. Dikke doei. Hebben deze blokjes ergens wat mee te maken? Er zit alleen een ijsje in. Dan dit. Oh, dan moeten we zeker zo. Moeten we hier zo? Zo? En dan... Ah, dan moeten we het wel halen. Oké, wacht. Focus. Focus. Kort eromheen. En dan zo erlangs. Ja, kijk, lekker. Oké, dan hier. Lekker. En jij gaat ook kapot. Hotseflots. En jullie gaan ook allemaal kapot. Maar eerst moet ik even al deze muntjes pakken. En dan beam. Ja, toch best wel een leuke power-up eigenlijk. Dit zijn dus alle werelden in het kort samengevat. En daar zitten dan die stukjes verstopt. Zoals hier ook weer hieronder. We hebben er nu al 5 van de 51. Daar ligt er nog één. Dan moet ik denk ik gewoon even mijn kracht lozen. Zo, en dan gewoon zo pakken. En dan kan ik weer zo terug zweven. Easy, jongen. Easy, geen probleem. Oké, en nu. Deze blokjes kapot maken. Daar zit een baguette in. Lekkere baguette. Wat zit hier? Hier hebben we die automaat. Zal ik anders een keer een andere power-up pakken? Zal ik Bommenman even pakken? Piep, 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 piep. En dan, hoppakee, automaat Kirby. Oh, huh? Ik werd geraakt door iets volgens mij. Ik weet niet door wat. Ik kan geen blikjes spugen. Oh, de blikjes zijn uitverkocht. Wat? Wat hebben we daar dan aan? Kan ik een nieuwe doen? Oh, er zitten maar 3 blikjes in. Oh, wacht even. Waarschijnlijk heeft dat een betekenis. Jongen, ik wil gewoon dit ding kapot maken. Laat me dat ding kapot maken. Hier, gooi bom erop. Zo, hop, maak hem kapot. Oh, oké, weet je wat? Val anders maar gewoon eventjes hierin. Ja, doei. Oké, dan komt er daar weer een nieuwe. Gaan we eens even kijken waar we die 3 blikjes dan voor nodig hebben. Want die hebben we sowieso ergens voor nodig, denk ik. Niet hiervoor. Oh, kijk, daar aan het einde. Daar rechts. Zie je, daar rechts hebben we 3 blikjes voor nodig. Eerst gaan we eens even alle enemies hier slopen. Dan moeten we wel straks zorgen dat we even daar overheen vliegen. Over die blokjes daar rechts die daar weggaan. Anders heb ik een probleem en dan kan ik er niet meer komen. Hier overheen vliegen, want straks moeten we er overheen lopen. Oh, hier zitten ook geen enemies. Nee, we moeten... Oké, we gaan gewoon dat ding pakken. Blikjesautomaat, hier kom ik. Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Ik neem je mee. Oké, niet uitglijden. Rustig aan. Loop maar rustig achter deze bommelommen aan. Oh, hier gaan de bommelommen weg. Kunnen we hier even chillen? Ja, zo. En dan gaan we nu hier overheen. Ja. En rustig door. Ja, top. En rustig door. Lekker. Piem, piem. En deze 3 stukjes ziel hebben we ook. En we hebben weer een stukje ziel gemist ook ergens blijkbaar. Maar waar is de grote vraag? Waar hebben we nou weer een stukje ziel gemist? Ze worden steeds beter verstopt. Liggen ze hier langs de afgrond? Nee, liggen ze hieronder? Nee, denk het ook niet. Oh, hier. Hier hebben we een geheime gang. Hier links. Ja, joh. En dan hebben we die drillboorkracht weer nodig. Wel fijn dat er nog een drillboormannetje staat hier, zodat we hem nog kunnen pakken. Yo! Dankjewel voor je superpower. Ja, joh, die ligt gewoon hier verstopt. Juist, hier is die. Ja, en dan hebben we ze allemaal, alle fragmenten hier zo. Helemaal top. Ah, die was sneaky, joh. Die was heel sneaky. En dan kunnen we door naar het volgende stukje. Oké, hierachter ligt niks. Nee, oké. Oh, hier hebben we Hamerman. Ik wil Hamermankracht hebben. Let's go. Ik wil altijd Hamermankracht hebben. Ik hou van Hamermankracht. Bam! Platte hank. Platte honk. Hoppakee. Gaan we deze even pakken. Ja, deze... Oh, ik dacht dat die easy was, maar ik moest uitkijken. Ik keek helemaal niet uit. Ik sprong gewoon. Ik had scheid. Let's go! Oh, rustig. Rustig, joh. Laat me gewoon even hier deze spijker hier in de muur slaan. Oh, moeten we dit 2 keer slaan? Moeten dit... Oh, we moeten dit... We hebben een vuurkracht nodig, denk ik. Vuurpower. Is hier ergens vuurpower? Moeten we eerst deze even doen? Ja, dit kan. We hebben echt vuurpower nodig. Of moet ik dat op een andere manier kapot maken? Oké. Wat ligt hier? Ja, hier ligt ook iets.
Deze kunnen we pakken zo. Moet ik keihard door deze blokken slaan? Moet ik mijn slag opladen anders? Kan ik die blokken zo kapot slaan? Aha! Aha! Moet je uiteindelijk al je krachten gaan upgraden? Of kon dit misschien ook al met een standaardhamer? Oké, hoe ga ik dit doen dan? Ik kan hier toch niet oneindig op dit blok blijven staan? Is dit genoeg? Nee, we moeten hem echt 3 keer opladen. Oké. Hoe dan? Kan ik springen terwijl ik oplaad? Is dat een ding? Oh ja, ja, ja. Kijk, ik kan gewoon springen terwijl ik oplaad. Oh, oké. Oké, dan gewoon zo. Easy peasy. Let's go. Je moet het alleen even weten. Oké, we hadden hier nog één, toch? Ja, hier hadden we er nog één. 3 en dan... Pie! Lekker. Ligt er ook weer eentje. Cool. Ik denk dat we tot nu toe wel alles hebben wat we hier tot nu toe hebben kunnen vinden. En er zal hier in dit deel ook nog wel wat zijn. Hotse vlots. Hotse vlats. Hutse fluts. Dikke doei. Gewoon lekker doorrennen. Of gaan we wachten? Nou, laten we even wachten. Hè? Voor de fun. We gaan gewoon even wachten. Hamer op jouw hoofd. Hot, ziek idee. En dan hier naar boven, denk ik. En dan jou een hamertje op je hoofd gooien. En dan hebben we een spijker geslagen. En hebben we hier nog één. En dan hebben we alle fragmenten hier ook weer. Lekker. Oh, sorry. Ik wist niet dat jij daar lag te slapen. Door naar het volgende gebied. Daar hebben we Stekelman. Laten we Stekelman pakken. Ik denk dat Stekelman handig kan zijn. Want dan kunnen we lekker snel zo rollen. Oh, moeten we alleen wel uitkijken. Dat we niet tegen die stekels aan, of tegen die bollen aanrollen. Want dan hebben we een probleem. Ja, dan kunnen we deze knop indrukken. Hebben we er hier weer één. Kunnen we zo jumpen. Even wachten. Oh, kijk hier. Hier ligt er één. En ik ben in de ijs. Oké, ligt hier held in. Dankjewel, eten. Yes. Een beetje zo tegen de wind in. En dan hier naartoe rollen. Ja, ligt de volgende daar. Even oh shit, ik mag ook niet op, daar, op die dingen blijkbaar. Ik mag niet op die kanonnen. Dan ga ik ook dood. Hier ligt er één. Hier ligt een muntje. Hier ligt een HP. Jou gaan we even kapot maken. Of niet? Hoe gaan we deze dingen kapot maken? Dat is wel even een vraag. Ah ja, die gaan we met jou kapot maken. Lekker! Oké, Curbs. Neerwaartse steek. Hot, ziek idee. Nog eentje erbij. Ligt hier één in? Nee. Hot, ziek idee. Allemaal weg. Hoofd meneer kapot maken. Doei, hoofd meneer. Oh, hij leeft nog. Hoofd meneer leeft nog. Ga eens weg, joh. Moeten we hier op? Zo. Hier omhoog. En dan... Oh. Oké. Okay. Moeten we wel even, denk ik, even recht sturen. Even kijken, hoor. Oh, ik kan gewoon zo springen. Nice. Hier liggen er 3 in. Ja, we gaan lekker, jongen. We zijn zijn ziel keihard aan het zeven. Voelt goed. Oh, dit ging ook maar net goed. Daar komt weer een bison. Kunnen we hier naartoe? Ik denk dat hier nog wat ligt. Ja, daar zo. Oké, hoe gaan we die pakken? Hoe gaan we die pakken? Die gaan we zo pakken. Nice. En weer door. Ja, het gaat echt lekker. Oh man, ik had nooit verwacht. Echt serieus dat deze Kirby game zo vet zou zijn. Had ik echt... Ik had het niet durven dromen. Want hij is echt heel tof. Nou, de bisontjes, die staan allemaal daar. Ik gooi even deze op iemand, of niet? Oh, jij hebt er ook één. Ja, jou moet ik even pakken. Wat ziek idee. Jij had een mooie, hoe heet dat? Een mooi stukje ziel. Trouwens, waar is mijn power-up gebleven? Mag ik nog even een power-up terug? Waar is mijn power-up? Oké, wacht. Ik ga even langs jou. Ah, ik ging bijna dood. Kan ik jouw power-up gebruiken hiervoor? Hier ligt wat. Oké, ik hoef zijn power-up helemaal niet te gebruiken, want ik kan sowieso hierdoor. Nice. Ik heb geen idee of ik een bepaalde power-up nodig ga hebben. Ik ben wel bijna dood trouwens. Ik moet echt nu even een beetje op gaan letten. Hier ligt gelukkig een emmertje. Wat een geluk. Komt hier een boss battle? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En die ga ik met deze power-up pakken. Pas op. Lekker. Oh, ik moet wel hier even deze pakken. Anders hebben we een probleem. Er kwam gewoon zo'n Sims driehoekje ingezwoven in dit level. Of in deze boss battle. Oh, er zijn meerdere boss battles. Oké, we moeten even oppassen. Even lekker proteïne nemen. Daar even dit stukje pakken. Dat is wel belangrijk dat we die stukjes pakken. Dat is denk ik het belangrijkst. Ik schiet een ster. Oh, die ster die was lekker op de hoofd. Hey, hou eens even op, mevrouwtje. Hou eens even op. Je bent wel behoorlijk krachtig bezig, moet ik zeggen. Oké, maar ze is bijna dood. Ze is echt heel bijna dood. Hoppakee, ze is kapot. Lekker. Ik hoef geen ijspower. Ik vind deze power wel lekker. We gaan gewoon voor deze power bij Wilde Bonkers ook. Oké, Wilde Bonkers gaat wel helemaal los. We moeten hier even deze ding pakken. Die hebben we ook weer. Lekker. Sims driehoekje. Oké, ik weet niet wat je aan het doen, mijn vriend.
Ik weet niet wat je aan het doen bent. Oh, maar ik kan ze allemaal kapot maken. Wat nice. Wat nice. Oké, pas op voor zijn vuurslag. Ah, hij gaat eraan, jongen. Hij gaat er helemaal aan. Lekker. Nog één baas. Oké, de wilde Frosty. Moeten we even opletten waar nu het Sims driehoekje komt. Die komt hier. Oh, oh, oh. Pak hem, pak hem. Oh, ik heb hem. Gelukkig. Ik heb hem. Heel nice. Pak ik even de proteïne. Zo, ik denk wel dat de wilde Frosty wel aardig kapot gaat. Die gaat helemaal naar de klo-klo. Doei. Nou, lekker. En dat laatste stukje. Hoppa. En dan komen er nu denk ik allemaal sterretjes tevoorschijn. Kan niet anders. Of ik bedoel, stukjes ziel. Lekker. Hoeveel hebben we er nu? We hebben er nu 37. Ik denk dat we nog één gebiedje moeten. En daarna de boss battle. We jagen er weer doorheen, jongens. Echt heerlijk. Oh, dit wordt wel lastig, denk ik. Ik ga eventjes jouw kracht pakken. Want met jouw boemerangetje... Kijk, met dit wapen kan ik volgens mij ook... Ja, zie je? Daar kan ik ook die dingen mee pakken. Lekker. Deze moeten we inderdaad hebben. Oké, gewoon even overspringen. Zo. Even terug overspringen. Even jou een zaagje trakteren. Nou, we hebben hier koffie. En daar hebben we een zeehond. En die zeehond moet even weg. Zo, helemaal top. Springen we hier naartoe. Zeehond, hou eens op. Oh, hij gaat me bijna raken. Hij gaat me ook... Oef, dat scheelde echt helemaal niks. Oké, jij gaat even kapot. Zo, lekker. Ik wil even dit muntje hebben. Top. Springen we even hier overheen. Hebben we deze. Nice. Moet ook even de zijkant in de gaten houden. Ik ben bang dat er strakjes iets aan de zijkant gaat gebeuren. Gaan deze dingen bewegen? Die dingen gaan niet bewegen. Oké, en nu? Overspringen, denk ik. En dan? Oké, dit kapot maken. Ja. En dan... Oh. Oké. Oké. Windturbo! Goed opletten hier zo. Oh, shit. Niet tegen die, al die krokodillen aan. Hier even overheen springen. Top. Dan deze krokodil. Ja, en hier is een stukje ziel. Nice. Ik hoop dat ik niks mis. Het zou zomaar kunnen dat ik wel wat mis. Kan ik hier naartoe? Nee, daar kan ik niet naartoe. Ik kan wel hier naartoe. En springen. Ja, hebben we weer een stukje ziel. Hier moet ik denk ik ook even naartoe. Ja, kijk maar. Daar ligt ook wat. Kunnen we weer op de boot springen. Ah, dit gaat wel lekker. Dit gaat heerlijk. Krokodilletje kapot. Lekker, nog een stukje ziel. Moeten we denk ik deze wind eventjes aanzetten. Ja. Kunnen we dan hierin? En daar is denk ik het laatste stukje dan. En dat zijn er weer drie. Ja, ja. Is dit de laatste? Yes, lekker. In één keer goed. Helemaal top. En dan ga ik deze uitspugen. En zal ik de Charizard pakken? Of gaan we het met deze proberen? Ik ga het denk ik met de zaag proberen nu. Let's go. Wat is de vlots? Ik weet niet wat voor baas ik krijg. Maar we gaan het met de zaag proberen. Oh, is het DDD? Is het King DDD? Ah! Ja, hè? Oh my gosh. Die is helemaal tof geworden nu. Kijk hem. Shiny King DDD. Daar is die. Oh, die is wel sick. Oké, eerst even al die vosjes weghalen, denk ik. Zo, die vosjes zijn trouwens ook sterk. Jeetje. Oké, de vosjes zijn weg. Cool. Jij begint op mij af te rennen. Doe je dit. Oh, je gaat nog een keer op... Oh, man. Jeetje, je gaat ervoor, hè, King DDD. Ja, ik raak hem op zich wel goed als ik zo'n ding op hem gooi. Top. Ja, kom op. Kom, kom, kom. Oké. Oké. Oh, wat heb je nu weer, joh? Ah! Je hebt die stekels. Oh, nee. Oké. Oh, ik wist toch niet dat je dat ging doen, jongen. Oké, nu pak hem. Pak hem. Pak hem. Pak hem hard. Pak hem aan. Oh, en weg. En weg. En weg. Oh, wat is je plan? Wat is jouw plan, vriend? Oh, oké. Oh, jij hebt wel een goed plan. Ja, oké. 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 Ik heb ook een plan, hè, maat. Oh, jeetje. Wat heb jij voor een sikke? Ah! Nee. Niet doen. Niet op mijn... Auw. Gast. Wat... Wat? Hij stopt niet meer! Oké, hij stopt wel. Ik dacht echt dat hij niet meer ging stoppen. Ik denk, ik moet hem gewoon keihard slaan, want hij stopt niet meer. Maar gelukkig stopte hij nog wel. Oh, daar komt hij. Oké. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem, hij zit vast. Weg. Weg. En, ah! Oh, kom op, Kirby. Schiet deze ster op zijn hoofd. Hij is bijna dood. Hij is echt heel bijna dood nu. Lekker. Ah, hij heeft nog één klappie nodig. Hou op. Nog één klappie. Ah, kom op. Kom op. Nee, 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 nee. Oké, ik leef nog. Ik leef nog. Nu hebben we hem. Lekker. Ik vind King DDD zo vet. Ik vind het zo'n leuke boss battle dit. Man, man, man. Maar we hebben hem. Shiny King DDD. Helemaal gek.
Heel vet. Maar Kirby heeft het gewoon weer gedaan. Volgens mij hebben we alle stukjes hier weer gefixt, toch? Laten we het even checken. We hebben er 51 nodig. En we hebben er weer 51. Oh, wel een vet beeldje ook met een Night Zwaard. Cool. Lekker, man. Deze wereld ook weer gefixt. Nu moeten we naar de woestijn. Ja, we gaan wel hard, hoor. Kijk, we hebben er nu al 200. Dus we moeten dan nog naar de woestijn. En dan hebben we daarna nog één eiland. En daarna kunnen we de koning gaan bevrijden. De leeuwenkoning. Jongens, als je dat vet vindt en wil blijven kijken, doe altijd die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je mij gewoon mee. En dat wil je toch? Of niet? Ja, denk het wel. Als je deze video's leuk vindt wel. Nou, anyway. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!